Sinterklaas is weer in het loon. Het wetter valt werkelijk bij Bakken uit de loft. Oranje, Jidnaid, EK. En Kambuur pakt een punt in de nummer 2, Rode JC. Mijn naam is Arine Boer. En dit is de sportkaart van Omroep Friesland. De nummer 6, in de nummer 2. Dus benijd hoe het zit, hoe de verhoudingen binnen. King Cambuur echt mooi draaien in die uh, echte top. Van de keuken, divisie. Een fout in de verdediging van Rodi SC. Er komt die bal in Ian geval bij de spits van deze wedstrijd. Dat is Milan Smit, draait hem om en zit hem in de vierde hoeken voorbij. Keeper Bukker. Milan Smit, nou het werd het wel holgit. Dat sprint die wel wint. In ieder geval hier komt de keeper. En de bal roelt in de oren. Dan komt die bal in de dak van de goal. Oei, 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 dat is in misschien wel weer. Penalty Roda JC. Trek in de minuut van het duel. Komt Roda JC op Lieke Ze Hichten? Redding! Nee, krijgt net! Oh, hij zit er maar een vinger tot een hoorn. Binnenkant Pil, toch Bij de ploegen kwamen er net echt weer rond de passen. in niet de te helpen. Dus kan ik wat dat betreft voor redelijk lipje. Maar dus hier niet in. slag bij, bij Roda JC. Ja, en de heren die zitten weer kleer voor: Geert van Thun, Roland de Vries en uw speciale gast. Speler van SCR V in Pellen van Amersfoort. Mooi, dat is de beestpellen. Want er is weer <laughs> een heel soort gebeurd, er valt een soort te bepraten En we kunnen gewoon Fries praten. Dus. Ja, dit is... Ik versta alles. Dus ah, uh, ja, nou zo goed als alles. Dus. Dat kan gewoon. Maar hoe je dat? Want er uh, komt u uit Heemskerk. Ja, ik heb hier drie jaar uh, vanaf 16 in een gastgezin gezeten en die zijn Fries. Dus uh, ik het uh, alleen nog maar Fries praten onthans. Alleen maar Fries praten. En uh, <laughs> ja, uh, alles heb ik wel verstaan op een gegeven moment. Dus, uh, dat, uh... Heb ik wel onthouden nog. Goed zo. Nou ja, en we kind, dus u beginnen. Mooi, een felicitatie. Ja, ja. <laughs> want jij, jij, hier euh, is op de knibbels. Zeggen ja. we dan? Ja, nee, ja. Ik heb een uh, vriendin uh, ten huwelijk gevraagd en ze zei ja. Dus uh, dat is wel iets, uh, iets heel moois. En. Uh, ja, het is mijn eerste liefde, vanaf mijn zestiende, Dus uh, ja, dat uh, werd ook wel tijd dat ik uh, ten huwelijk ging vragen. Maar had. traditie gewoon echt, gewoon origineel op de knibbels? Ja, zeker. Uh, we kwamen aan in Krakau, ik heb het in Krakau gedaan. Uh, we waren natuurlijk een paar dagen vrij en uh, nou, we kwamen we naar het hotel en uh, inchecken. En ik had al afgesproken met het hotel van we gaan daarna uit eten en als we terugkomen, blaadjes op de grond, uh, champagne, oh, oh. Uh, champagne ja, nou, ballonnen, ja, kaarsjes. En toen kwamen we terug en dat was zo. Maar dan ben ik een romanticus. Nou, het hoort er wel een beetje bij. Ja. Nee, ik denk dat vrienden het ja. misschien net heel erg waardeerden dat ik zoveel moeite doe. Ik denk dat dat nog wel belangrijker is. Dus, uh, Was ik zenuwachtig? Hoe dichter op het moment ja. werd ik wel steeds zenuwachtiger. Maar <laughs> daarvoor eigenlijk niet. Ik heb het ook zeg maar een maandje van tevoren gepland. Omdat ik ook niet te lang mee wilde zitten. Of dat het uh, iemand het per ongeluk zou zeggen. Want de familie van Kim, mijn vriendin en mijn familie wisten het wel. Maar uh, nee, het is allemaal goed gegaan. Ja, heel ons afvieren op die hel, boulevard, nou, jongens. Als ik dat niet zo, jaren, denk ik wel ben ik een ongelooflijke Hoe was. Ja, <laughs> hoe was dat dan? Gewoon in de speakerbroek bij de bakker? Nou, dat zal ik even vertellen. <laughs> is een heel raar verhaal. Oh. Ik werkte in die tijd... Uh, klopt, ik, ik ben natuurlijk heel <laughs> oud, heen, dus, uh, <laughs> ja. dus... Wij zijn getrouwd op 20 augustus in 1928. Maar uh, dat kwam omdat ik uh, toen uh, een aantal keer... Wij samen en dan solliciteerde ik bij een gemeente. Dus ik werkte ik uh, ik ik bij de gemeente Eelde, ik woordde Waai. En dan kwam ik uh, toch in sommige uh, christelijke... En die vonden dat samenwonen was helemaal verschrikkelijk. Oeh. Dat was een doodzonde. Heb je twee banen gekost? Eén een grote gast en één een Omdat uh, de wethouder van de uh, CDA-man dat net voelde. Ik denk, God, wat wordt hier helemaal ophouden. Ik zat in uh, mijn vriend en ik zei: We gaan trouwen. De moet werkt, dan maar praktisch. Dus er zit oh. weinig romantiek in. Ja, en, 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 nou, en dan komt het hele leuke. En meer vertel ik eigenlijk niet over mijn privéleven. Maar dan komt het hele leuke. En ondertussen uh, hier, ik solliciteerde in de gemeente met name een deal. En, uh, en, en daar kwam ik op sollicitatie. Vroeg, en ik kreeg, nou, kreeg uiteindelijk die baan. En toen zei ik ja, ja, ik zei, we gaan, ja want we woonden samen zo. En die mensen interesseerden dus Nee, jongen, jongens, de doos. Het, het maar zelf weer het. Oh. <laughs> ja, dat kan je goed podcasts Nee, maar vroeger en, uh, was het altijd meer praktisch. Hè. Ja, dat is heel praktisch hoor. Vertrouwen gingen inderdaad voor. Uh... Nou ja. Wanneer is de grote Doy? Laatste vraag: over de ja. trouwerij? Mijn vriendin is wedding planner. Dus uh, <laughs> dat duurt vaak heel lang. Maar uh, ja, we, denken, we hebben geen haast nog. Dus uh, misschien uh, over anderhalf jaar of tweeënhalf jaar in de zomer wel. Oké. Okay. Nou, maar dat wordt nog is... heel lang dus. Nou, het duurt wij... nog even, ja. Nee. In onze tijd is nee, nee, het ook je weddingplanner, zo? Nee, nee. Tegenwoordig is dat anders, ja. Nee, maar ja, mijn vriendin ja, doet dat en vindt het ja. heel leuk. En, wij bellen de Wiekos op de, de, de notenkraker en dan zeggen we, wanneer ben je vrij? Zijn we nog een vrouw of een dame? feest! Pelle, ben je nou eigenlijk een verste shocker of een verste harker van de sportkaart? Uh, nou ja, ik heb hem nu even van tevoren bekeken, maar ik, uh, ja, ik kijk het niet wekelijks. Nee, want uh, misschien, dat snap ik, misschien is het die ongingen, maar uh, vrienden, weken, toen zei zijn, uh, zijn die, die zei dit. Roelof, Nicolai, is in de spits bij JRVN? Ja. Ah, ik werd zwaar onder druk zetten. Oh, ja, 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 ja. Uh, we zullen het er aan uitgebreid doen, hè? Ja. Uh, Eerst maar de stellingen. Is er kleur voor de stellingen? Ja, is goed. Goed zo. Pelle, ik voetbal het allerliefste op het middenveld. Ja, ja of nee? Ja? Ja, ja. Geits Cambuur kunnen meten, ploegen als Willem II, Roda ja. en Emmen. Ja, dat zijn blikken hier, hè. Galicie en Emmen, Galicie en Roda winnen van Willem II. Ja, dus. Rolof, ik begrijp Wout weg als wol, maar zijn interview met de NOS. Ha, nee. <laughs> Pelle, Nicolaescu shit Moldavië naar het EK. Ja. <laughs> Geert, Remco Balk is de beste speler van Kambuur. Oei, eh uh... Nee, nee, dat, nee, nee. Eerst maar een neetje, met eerst maar een nee, maar maar een nee. Ja. eerst maar een nee. Goed zo. Rolof komt hij. Nikolaesku, hoe maat in de spits bij Jervien? Ja, natuurlijk. Ja. 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 Helle. <laughs> Rolof, keer ze wat er vol, maar je Fortuna stil ik gewoon weer in de spits. Ja. <laughs> ja. jongens, het is een beetje de discussie werd elke niet in ja. het hè? En dan hebben we het net over het Midden-Oosten-conflict of uh, het al het rooi wetten waaronder het daar komt. Nee, dan ging het vanzelfs over het feit van waar Matthew bij Jareveen in de spits. Uh, Rolof, om maar te beginnen, waar is eigenlijk de beste spits van Jereveen? <laughs> nou, Jean, ik vind het een wol. Uh, nou, ga ik het lekker allemaal nuanceren. Uh, uh, Jammer, natuurlijk. Stelling neemt. Ik denk wel dat u uiteindelijk Nicolescu als een puur shower naar de spitskwaliteit en dat dat dit moment uh, de beste spits is. Maar ik, wat erbij zit, is, is dat ik vind dat Nicola Yescu. Daar heb ik nog net al te volle fassoen. En. Zalersbak had misschien wel het meeste talent. Maar daar hebben we ik dan net. Kunaag was om daar echt een Goede te vellen. En ik snap, en dat haak dat ik alle tien in de podcast. Zijn ik snap vol dat Kees van Wonder nou maar pellen van Amersfoort in de spits Omdat het verdedigend mis zit. Hij jaagt meer. Oh, hij scoort uh, er. Ik. Hij speelt meer in de. Hij scoort een hetritje uh, het in VVV. Hij scoort in Vitesse. Hij scoort in het begin wat minder. Nou, scoort hmm. hij, nou is hij op dreven. Dus de catch-up-flash-theorie uh, hmm. uh, is van toepassing. Blinkber. Hmm. Uh, dus ik snap vol dat hij nou maar pellen van Amersfoort. Maar de beste spits in die negen is Nicolaës. Ja. Ja, nou, pellen Lekker dan. <laughs> Lekker dan. Zie ja. je dan? Hè? Nee, oh, nee, nee. <laughs> Maak, hem ja, af. Ik, ik, Maak hem af. Nee, nee, ja, ik, ik kan dat ook begrijpen. Maar ja, ik, het, we zijn een hele andere soort type spitsen. Wat ik ja. net ook aangaf. Ja, ik ben van origine misschien een middenvelder. Maar ik heb ook heel veel in de spits gespeeld. Ook in Polen heb ik nog in de spits gespeeld. En het moment waar wij. Uh, uh, wat wij nodig hadden, was misschien meer een, een type meispits. In de, in de fase waarin het niet liep. En waardoor we eigenlijk meer verdedigend stonden. Nou, dat het begon eigenlijk met Twente. Meer balvast? Ja, meer balvast, maar ook verdedigend, waar, waar ik weet wat er gevraagd wordt. En, en, ja, we werden te veel tussendoor eigenlijk gespeeld. Nou ja, bijvoorbeeld met Excelsior thuis. Ja, dat, dat kan niet dat je daar 0-3 verliest. Maar dat ging, het leek heel makkelijk te gaan voor Excelsior. Dus. Ja, dat in, vanaf toen is het eigenlijk, uh, ja, ben ik gaan spelen. En, uh, dat was, ik ben gewoon een andere type. Dus ja, je, kan, je kan een liefhebber zijn van, een, van hem of van mij. Ja, maar het is gewoon eigenlijk een soort van appels met peren vergelijken. Ja, ja, maar je toch echt een killer? Ik, want ik, Esco, die komt je binnen in die soort van give me the ball en hij score goals. Hij leeft werkelijk van doelpunten. Hij stoot het zelf hè? Ik vind het wel heel fijn om goals te maken. Maar ja, in Polen ging het ook wel goed. Ik heb daar in drie jaar heb ik uh, 30 goals gemaakt. Dus ja, in, in dat opzicht denk ik wel dat ik een killer ben. En ook ja, als je, als je op training ziet, gaat het ook wel goed qua scoren. Alleen ja, dat telt niet. En het gaat wel echt om wedstrijden. En ja, ben ik ben wel heel blij dat het nu. Dat ik ook van die goal in de divisie af ben, want dat wordt dan toch wel als spits zijn die je scoort niet. Ja, dat gaat toch ook bij mij vreten, moet ik eerlijk zeggen. Dat doet wat met je. En vond dan echt een spitsje goal, hè? Eerste paal, hup, ja. die bal neer die leggen. Ja, ja. Nee, maar nee, toch maar. bloot het vreemd dat uh, Jerry een hele dure spits, een helle het. Miljoenen euro's, hebben ze ervan betellen, En die zitten allebei op de bank. En dan zetten ze een jongen die het liefst op het middenveld speelt, die zetten ze in de punt. Ja, maar. Daar heb ik niet zoveel mee te maken dat ze zoveel geld hebben gekost. Nee. En ik snap dat, dat het voor Herneveen wel een probleem kan zijn. Of in ieder geval, ja, het is een investering die een club doet. En zeker nou, flinke investeringen. En die spelen dan niet. Ja, dat, dat, dat kan ik begrijpen. Maar dat moet niet te dupe van mij gaan. Of ik vind niet dat je stelt iemand op waar, waarvan je zegt, ja, ik sta daarachter. Dus ja, dan denk ik van, ja, wat die kost, ja, dat is dan inderdaad voor Herneveen wel heel, heel moeilijk om te zien misschien. Maar ja. Maar is gewoon vrij. Dat is waar. Ja, ja. <laughs> ja. Het, wie denk, het wie ik logisch. En het, het is eigenlijk nog steeds wel logisch, dat hij uh, in Kistwonderen doet die keus maakt. Omdat het nou iemand de dynamiek van het Overtal van toe wier. Je had hij natuurlijk een karlsbak maar uit de ego op van nou dat we een topspitsen die je een keer straks heeft twaalf miljoen in om hem te verhieren, of te verkepen, uiteindelijk. Maar ja, die jonge noontje toe die kwam, dus je weet die jou, in een de tiert. Nikolajescu komt krijgt oor, oorencultuur, oor, uh, hele oor competitie. en dat is een spits. waarvan je witte in de roende sectie, in is zieke gevaarlijk. Maar ja, als je daar als team net komen of nauwelijks komen, ja, dan kun je beter spelen, maar een oortype gespits, soortige spits, en dat weer in dit geval. Ja, maar wat we mogen toch verwachten, jongens, komen de sneuende spelers, de Vinci, Fortuna, dan kom je toch regelmatig in de 16 van de chinstander. Ja, omdat ze nou dus inmiddels uh, makkelijker in binnen. Ze dus voetballen nog beter, het shit beter. Sarawi is nou fit, Van Beek is nou fit. Uh, nou ja, dit hele slechtje het zit Nou, Brouwers is bijkamer. Het is al die volle stabieler. Brouwde is een stabiele rechtsback. Dus al die, al die factoren. Ik die nou goed. Nou, ze nou een ontelwedsting op die je goed spelen. En dan kun je bijvoorbeeld richting een wedstrijd als Fortuna. Misschien dus een keer in de spits kiezen van Nicoliescu. Ja, maar Joch stoot die nou vooral op, <laughs> op de positie van spits? <laughs> oh, uh, of, gaat hij of, niet doen hoor, gaat hij niet doen. Nee, of, of meer een middenfielder. Want wij lezen kost. want ik heb zelf het idee dat het middenveld nog wel arrestieert. Mijn nee. brouwers, olsen en haaien. Ja. Rio, kom ja, je nou ik... vooral op de spitspositie? Ja, ik denk wel dat ik ja, nu uh, gefocust ben op de spitspositie. Maar uh, ja, ja, uiteindelijk als de uh, trainer mij uh, links-centraal opstelt, ga ik links-centraal spelen. Ja, dat, dat, dus als hij op mijn middenvelden zet, dan ga ik daar spelen. Maar ja, ik wil spelen. Dus ja, en dit, op dit moment zou ik me dan wel meer focussen op de spitspositie. Maar ik denk ook als je ziet hoe het team draait nu en ook de samenwerking met Luc. Uh, op het middenveld en denk ik dat het wel goed staat heel stabiel en ja, ja dan is het wel lastig om dat weer te gaan veranderen want ja je weet nooit wat dat kan doen maar uh, ja dat is nou een van de situaties ja, nee dan. dat is ik ja. en dan Escu, want uh, die speelt bij Moldavië ja. die Matteiun manje Matteiun komen zijn Ja, nou, het is nou manje die dat opnemen manje is met, uh, naar Matte Tsjechië uh, als ze winnen Moldavië dan gaan ze naar het Europees uh, kampioenschap ja. in Duitsland ja speel en even spellen, shit is ze naar het EK ja nou, dat hoop ik toch. Dat ja. zou toch mooi zijn. Voor, ja, zeker. En voor de club, denk ik ook mooi. Maar het is dan toch wel weer opvallend dat hij wekenlang blesseerd is bij Jereveen. Maar zodra zien hij te loon in actie komen mat. Dan zei hij van: Ik ben fit hoor, bondscoach. Oeh, ja, dat ja, dat is positief. Ja, is, is dat suggestie? Ja ja, ja, ja. daar ben ik als helemaal mee. Ik heb zo'n gevoel nee. dat pellen daar niks over gaat zeggen. Nee, nee. maar wat nee. vind je? nee, maar ik zeg pellen om, maar ik bedoel dat we eigenlijk een vraag oh. hoor. Oh, zeg zoiets iets kil. Ja, nee, dat had natuurlijk niks, maar ook te krijgen. Nee, ja, ja, hij weet ja, in uh, zijn Vitesse van de eerste fit, hij heeft bukspiek klachten en uh, hij had volgens mij 24 minuten spelen in uh, die eerste Interland Albanië. In het uh, in, ja, in Albanië, dat werd een leek spul. Ja, psychologisch toch? Oké, okay. ja. oké, okay, dan is het logisch. Dan geven we een kambu, kan die spelen, maar in, in gelijk, eh, geert. Ja, 41 potje. Ja, nou, jouw het ja, lekker man. Ik, maar ik toch al, ik, als de saboteet een doelpunt valt, dan heb ik al dit. Uh, we wisten nog dat wij machine 2010, dat Cambuur de jarenveen, die editie dat die Olsen uh, de eerste doelpunt maakte. Kist ja. je dat herinnering? Ja, nou ja, uh, Olsen die scoorde. Nee, hoe heet hij? net Johnson? Uh, hoe heet die God, die Noorse spits? Ik ben ja, al, jij hebt Bjorn Johnson. Oh. Johnson. Toen zei ik ze: te vroeg. Te vroeg. Ja. Ik, just, ik zit juist in de auto in de jarenveen Wonderzek dus ik uh, van Cambuur. En ik zit juist in de auto en dan hem te luisteren en ik zat zei mijn chauffeur, echte Cambuur fan te vroeg hm. te vroeg ja. maar even letten kregen Milos Milo Smit weer een ah, hele mogelijk Ja die maar hem op het dak van de goal he. Ja, ja die, die maar goed die, die hier Pellemak Maar ah, ja. jongens nee maar uh, net net ja. uh, het hartstikke mooi We wat net vierde dat Henk de jong wat is hij bezig foul weekend amper en als zus, hoe, gewoon hoe uh, enorme veroring had hij teweeg gebracht in, in beleving en in, in het Zaggerijn, eruit halen. En uh, voetballers want voetbal in krijt. Ja, dat is toch fantastisch. Nou, ik dacht dat... altijd pellen van het maakt het eigenlijk net uit welke trainer je voor de groep zet. Een trainer is net alles bepalend. Maar ik heb nou het idee bij Henk de Jong dat een trainer dus toch bepalender is als ik al die tocht. Nee, ja, ik denk ook wel zeker dat een trainer natuurlijk een hele grote invloed heeft op hoe een team speelt. Ja, maar hij zit ze er net in. Nee, ja, uiteindelijk denk nee. ik wel van dat een trainer altijd ontslagen wordt. Is altijd, ja, dat is nou eenmaal een soort van de regel. Ja, ik denk ook wel eens van wat, hoe, zou het, hoe zou het zijn als de spelers kunnen ontslagen kunnen worden? Ja. Want dan ja. uh, heeft iedereen ineens wel druk en die denkt op zijn eigen baan. En ja, dat is nu in deze situatie altijd anders. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ja. Ja, maar wij hebben het hier wel gauw eens gewonnen. Uh, nou, maak het die dan expliciet beter? Nou, ik vind dat hij ze dus beter is. Zo'n Bergsma. Dat, is, dat, dat was een, was een angstige muizen die, 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 die wist wie hem zelf helemaal kwijt. Hij totaal geen vertrouwen, vertrouwen van de vorige trainer. van de vorige trainer. En dan en dan heb je. En dan loop je met de bos vooruit. En dat vind ik, dat vind ik werkelijk schitterend op de zien. Dat, 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 dat hij dat teweeg brengt. Ja, dus ja. Maar goed, we net hoe het rioe kan weer de selectie die speedy tussen plak 8 en plak 5. That's it. En, uh, en ze krijgen nog wel, uh, wel, wel billig koek, maar ze zullen geweldige stunts ziet hij die kennen. Het is ja. een hele mooie. Maar doos is dus in de auto, maar, ja. die, uh, maar die chauffeur. Zo, ja, dat voel ja. maar. Hij is gewoon een chauffeur. Ik onderwijs voor de <laughs> campagne van de Frieske Top 100. Dus ja. dan interesseerde uh, ik in de auto. Maar Robert Veenstra, dat is uw cameraman. Oh, tevens is... mijn chauffeur. Ik ben oh, geen ja, chauffeur. Ja, okay. En wat doet die jongen? Die, wij komen in Stienjes zal ik hem dan ook maar even vertellen. In het weer, nogal wie het was, West, ja. he, dat weet hij. Hem. Ja. En ja. hij ja. parkeert die auto daar onder in Stienjes met de voorwiel in het gas. Ja. En voordat hij het wist, zie je dat hij tot zafie tot Arsene in de drek. Dus we hebben twintig man organiseren om die rotauto daar oh. te krijgen. En toen luister ik naar hem in die auto's. Die Robin bedankt. Robin bedankt. Wat is het commentaar bij Cambu. Ja. Uh, wist nou dat... eens wat er ook wie in het Cambus Stadion. Uh, ja, die, uh, uh, de speaker van Sparta. Een speaker van Sparta? Ja, Kist, dat, nou, als je net Schoon haast, maar eens even Googlen uh, blinde speaker ja, Sparta. Maar even, dan komt ze op een filmpje van ESPN. Ja, die Schoon, dat filmpje. Ja, nou die jongen wie op ging van, uh, van Cambuur uh, onwijzig. Uh, Oké. Okay. Dus, oh. Maar die bedoel, bedoel ik bedoel eigenlijk net? Okay. Nee, ik bedoelde, was echt EVS. Ik bedoel nee. eigenlijk Daan van Driesten. Daan van Driesten. Kist u die? Nee. Nee? Geen idee. No, Daan nee. van Driesten? Nee, NoordVijet? Nee, dat is de winnaar van de prijsvraag. van volie Wieken. Oh, ja. ja, want is... toen konden we een Cambuur-kriestrijd winnen. Natuurlijk. En uh, nou ja, exclusieve Cambuur-kriestrijd. Had je het antwoord op de echte kerstvraag wisten van hoeveel doelpunten had Kerst Hofman maken van Cambuur? Yes. Nou, Kerst Hofman, hoeveel doelpunten had Kerst Hofman maken van Cambuur? Uh, ik heb geen idee. gokkes. Twee. Twee? Ja. Oh. Het goede antwoord wie? Uh, twa. En uh, <laughs> nou, goed, we hadden een heel soort antwoorden kregen onder de keeperstrainers van het voetbalteam van Andor. Maar wij ook nog een reactie van uh, Challen Kamstra uit Zwerg, Trouwens, jogger, die zei trouwens: PS, ik vind die rule of niks, kunnen we hem niet vervangen? Oh, leuk. Nou, Geert. Ik snap het wel. <laughs> <laughs> ja. We kunnen nee, net ja, zeggen dat, Geert, dat we daar net iets best verdien hebben. Ik, <laughs> nee, nee, nee. uh, de vastzittende ponghoorder en de secretaris van de fanclub van Roberts Odriekes, hier reageert. Dat is een fanclub, mij uh, in je lid. Maar goed, uiteindelijk hier de trui dus naar Daan van Driesten, die komt van de kniepen. Je zoen misschien uh, verwacht je Wees van. Wat? Dit is de foto trouwens van de meesten die televisie joggen. Ja, Daan van Driesten, Olve hier, kom van de kniepen. Goeie trui. Je zoen misschien denken van. Uh, ja, aan. Ja, maar u te kniepen, dan denk je misschien dat is een supporter van SCRV. Ja. maar Hij is een soort uh, ja, zendeling. Ja. Hij predikt uh, de Kambuur-Evangelie. Ja. Zwart United, hartstikke leuk. Ja. Maar nog even aan hoe want want Tjenroda, die echt een, een beetje een test om te zien hoe het je er nou echt voor shit. Hoe ja. shit kan ervoor? Nou ja, ik, ik, uh, ik tocht even uh, toen het INI &E weer en ik, 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 ik Rolof, dus ik moet er een beetje op, op ingaan. Heel verstandig. Om me wel heel erg ja. onder druk te staan. Ja. Maar dat ze haar dus uh, herpakt, zeg ik maar zeker, dat ze ja. weer regie kregen over die wedstrijd. En dat, dat vind ik een enorm weespunt. Ja, en als je de. Dan rode je zeker goed helft al hoor. Ja, ik, ik heb echt enorm genoten van uh, Oltiek. Ja, echt, <tot> die die pas, van Parijs. En die van die, de die, dan, die, die. links of Rios Boeten. maar die Rios Boeten? Oua Isa. Oua 19 jaar. Die is goed, jongen. Ik hoop dat Kenneth Sandvliet ook gekeken heeft. De hoofdkoud van. Maar ja, dat toch wel. Ja, die vond ik echt de eerste helft fantastisch. Wat een lekkere voetbal. En zie mijn jontje. Die is hier van Volendam. Uh, die doet het nou heel goed bij C. die is 24. Nou, dan, dat is een kind. Uh, waarvan ik denk dat jij de Veer gaat, helling geeft. Want dan is hij, je al wat te oud en misschien ik al wat te duur. Maar die jongen, die Oeisa, is nooit in Dus dat past perfect in het plaatsje. Dus dat dus, wordt de opvolger dus, van? Ja, de ja. wordt de opvolger van Saroui. Saroui. Hoppa. Ja, 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 Dit zijn ja, ja, uitspraken, ja, ja, ja. hè? Oh. Ja, ja, ja. Nee, maar zo, hij is nooit in Dus en jij wil in de winter stoppen, een uh, linksboednhelly omdat ze dan uh, hopen dat Sarawi net in de winterstop, maar in de simmerstop verkocht wordt. Dus dan haast een jo jonge linksboeten die al een Jelly een en in bij, uh, bij Jervingen. Nou, nou oor, een, isa, uh, paar tonnetjes niet Paatonnetjes neerleggen, je hebt hem. Nou, ideaal. Een wedstrijd uit... niet, niet tegen mij zeggen, maar uh... een nieuw collega. Nee, één ja. nee, eh, wedstrijd eh, <laughs> oh, ja. gezien en ik vrees ja. hem helemaal de helemaal. Oh ja. Dus ja. nogal opportunistisch. Maar goed, hij wie heel goed die Joost Boeten. Ah, maar ja. kwam dat misschien echt net omdat onze grote vriend Thomas Pol. Paul... Maar dat sorry ja. kreeg zei de linker kan bij Cambuur. Uh, dat die je net echt. Nee, eh, voor u ja, voor Cambuur links. Cambuur links, die je net echt geweldig, hè? Nee, maar Thomas Pol. Nee, en wie bekoortst ja, die vaak toch, deze dus ja. man. Ik wil bij wie rookt Jawel, mij ook, want dat komt wel goed met wie Maar die is nog volle jonger en die mag wel echt uh, groeien. Een goed en en nou, Het is een goed kereltje. En? Hij komt van ja, een huis. Dat weet ik wel. Ja. Maar hij wie de eerste helft, hij uh, werd wisseling de rust en hij wie net goed bij wie bevoelt het nog mooi? bij Thomas voelt het net mooi. Nee, Thomas wie wat minder, hè? Ja. ja. Wat ik ervan van Jean Maar kan bij het wel, maar de wieke beter. Ja, dat vind, vind ik wel. Oké, okay. nou dat belooft dan wat, uh, komen de Vreetje in de uh, VVV. Ik ga je trouwens kaarten lezen van uh, Jereveen in Amere City. Die kun je aas winnen. winnen, ah. Meeskenthuis. Die kun je winnen, Jereveen in Almere City. Nou, dan kunnen we toch spreken van een kraker, toch Pelle? 1 december toch? 1 december. 1 december. En jij hebt bij beide clubs gespeeld. Ja, dat klopt ook. Bij Amere City. Ja. Hoe was dat eigenlijk voor jou toen uh, in de KKD? Nee, dat was een, een periode dat ik wel, wel niet speelde bij Jereveen. En ik denk, ja, dat zou ik ook adviseren aan, nou, toen was ik denk ik 19. Ja, 19 denk ik of 20. Ja, Toen heb ik daar een heel jaar alles gespeeld. Ook tien goals gemaakt. Toen speelde ik ook spits, toevallig. Hebben we nog play-offs gehaald. En toen kwamen we uiteindelijk tegen uh, Willem II. En dat was Jurgen Streppel. En die werd de trainer van de Heerenveen. Dus ja, toen heb ik, uh, hebben we wel verloren. En toen is Willem II nog in de Eredivisie gebleven. En toen kwam Jurgen Streppel naar Heerenveen. En toen ging ik eigenlijk alles spelen. Dat maar maar voetballen ja, in de KKD, of in, dat is wel een perfecte leerschool eigenlijk. Ja, want je... Je, je maakt minuten vaak, als het goed is. Uh, en ja, het is gewoon nog steeds een heel moeilijk niveau ja, het is veel veel meer op en neer, het is veel meer open als denk ik in de eredivisiewedstrijd. Ja. Maar ja, daar leer je wel heel veel van. Dus, ja. ja. En toen ziet dus toen al bij in? en daar was dus wat één seizoen verhierd. Ja. Klopt. En dat wiennet was mij. want toen zei hij niet constant bij in toen? Nee, toen de trainer die was, was Lodewegers, maar die was toen na een half jaar uh, ontslagen. Toen kwam ja. Foppe, dus ik heb Foppe toen niet meegemaakt. En die heeft dan toen dat jaar afgemaakt en toen kwam Jurgen gestreept vanaf die volgende zomer. Ja, ja. En, en toen dus jullie kwam... jongens, Sam Larsson, speelde toen mits je tevreden, een beetje die lichting. Ja, ja. Ik van Ganiat, Schaars kwam, was er toen. Dus dat was die lichting dat we echt heel goed draaiden voor de winst stond we denk ik derde, of nee vierde denk ik zoiets. En toen naar de winsttop toen kwam Martin Odekaart. en toen uh, ging ik weer op de bank ook wel. Dat was toen dat ja. Yeah. Oh ja, dat weet ik Wie nog. dacht die Odegaard wel dat hij is. Ja, ja. 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 Moet het nieuws kijken. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Maar goed, deze en die kinderen mee kunnen dus winnen. Uh, nou ja, de vraag die erbij zit, get en dan zou ik zeggen: "Maak je die kleren, dan pakst de camera aan." Ja, ja, ja. Hoeveel doelpunten maakt Appel in cheers van Amerika? Nou, wacht even. Hij moet de camera pakken om de prijsvraag te stellen en nu ja. Doe jij de prijsvraag zelf al? Ja, ja maar dan. dan wat is de vraag nog niet? Had. hij wist oh, de oh, vraag er net. Het ja, dus, is niet onhandig wat hij nodig oh. nee, nee, heeft. Jullie hebben het foto. Ja hoor, pak hem maar hier. Nou jongens en famkens, uh, <laughs> fans van de sportcast, de vraag is dus hoeveel doelpunten had uw gast van Joeth Pelle van Amersfoort... maken voor Sportclub JRVM? Als dat antwoord wist, stuur dan rap een mailtje naar sportetomrofisland.nl. En nu de goede antwoorden je wij twakaten. Voor de prachtige wedstrijd op 1 december tussen de Sportclub Jardin en Almere City. Nou, dat doet hij goed, hè? Ja, wat, toch? Wat een spreker is hij. Wat een van. spreker, man. Holl ja, even het adres meen. erbij zetten, Meisje Thuis, want de uh, dan uh, maar de wijste ziekje. Uh, dat we het toch goed hebben. Dan komt ze uit Heemskerk oorspronkelijk. Dan komt er van de vaart, ik mooi. Ja, klopt. Ja, ja toch? Ja. Ja. Ja, je ja. de kamp? Ja. Uh, nee, ik kwam ado 20 en hij was meer. Uh, ado 20, ja. Ja, hij was volgens mij van de jeugd al wel, maar wel dat wel een, uh, een boardingtoernooi. En dat was altijd het Raffel van van Vaart vaarttoernooi. Hij is ook een de... stuk ouder hè? dat is mij. trekje je niet roder of zo? Ja, zoiets, was een stuk ouder. Ja. ja. Er komt trouwens nog een uh, Oort of een ooit uit Heemskerk. Ooit jarenveenspeler? Van, Van Haken? Nee, geen Van Haken. Nee, is het... Nou, Gouwileo. Ja, ja. Jeffrey Gouwileo. Ja, ik had even opzocht. Er komen een heel soort bekende Heemskerkers binnen eigenlijk. Uh, Oort International, Arto Numan, ja. ja. ook Heemskerk. Ah, en Numan? Ja. Die kwam toch, uh, die kwam toch uh, bij Dem vandaan, zeg maar, uit. Uh, ja, uh, misschien dat ze het allemaal onder één. Ja, diezelfde. Dat dat die nu mag kan van Beverwijk volgens mij hoor. Fake nieuws. Ja? Ja, fake ja. nieuws? Ah, en Nesto fake. Host? Dat weet ik niet. En Nesto Host? Ken En nee, K-1. Oh. Ja, viervoudige uh, Ja, Die moet je niet tegenkomen. Nee, nou, dat, kind, dat kind is Wally Heemskerk. Ja, ik <laughs> ja, denk. <om> je <laughs> en Nesto Host, het chin. Maar goed, um, ja, is er, als, als voetballers, het is natuurlijk heel vaak in de, in de schienwerpers. Altijd de constante druk om te presteren. Is dat ook misschien de reden waarom sto zo een soort in de natuur te vinden bist? In de natuur? Uh, ja, ik, ik hou van de rust. En daar kan je gewoon eigenlijk uh, in je eentje ga ik lekker vissen of jagen. En niemand die aan mijn kop zurt. En uh, ja, uiteindelijk kan je daar lekker ontspannen. en ja, is inderdaad... een Je Heb je een jachtvergunning? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Oh, geweldig. Ja, ik jag hier in Friesland. En, uh, ja, ik en vis heb je ook, ook land klant op de jaar, ja, maar die moet ook. Uh, ja, dan zeker. Dan. Wel als gastjager, omdat ik, ik heb ja. wel niet te veel tijd dat ik uh, eigenlijk, uh, al het, echt het veld onder. Uh, ja, controle kan houden, want ja, daar heb je wel meer uh, uren ja, voor heb je nodig heb verplichtingen ja. bij. Ja, ook ja. dat. Ja, en wens ja. je dan op? Uh, nu, grotende, uh, nu is het jachtseizoen open. Dus nu uh, kan je dus op de haas en de eend en uh, ja, eigenlijk uh, de jachtsoorten. Maar eigenlijk de ganzen zijn wel een groot probleem aan het Dus dat wordt woensdag Partij voor de Dieren. Nee, 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 dat niet. Nee, nee ja, kijk, mensen die dat doen, die hebben vaak niet echt uh, ingelezen van hoe dat nou eigenlijk in elkaar zit. Waarom er gejaagd wordt en die denken dat we op alles wat er vliegt, dat we dat uh, doodschieten. Nee, dat is zeker niet waar. Er zit echt wel een, 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 ja, een, een gedachte achter en alles wat we schieten, dat eten we op of dat gebruiken we. Dus uh, maar het is heel ecologisch. Mag en je heel op reën schieten eigenlijk? Op? Regen? Ja, dat mag wel, maar ja. er wordt altijd een reëntelling gedaan. En ja. vanuit daar dan worden er dus loodjes getrokken. En er zijn een aantal redenen die geschoten mogen worden. Ja. En dat kan wel. Ja. Nou, hoe vaak is dan de op om te jaaien? Uh, ja, ik probeer wel minimaal één keer per week. Oké. Okay. Ja. En vissen ik wel toch? Of? Ja, vis ook. Ja, ja, ik was uh, ambassadeur van Sportvisserij Friesland. Ja. En daar ja. was ik dus uh, een paar weken geleden ook weer mee uh, een fotoshoot doen. En uh, om dat weer een beetje leven in te. In te uh, Blazen. blazen en uh, ja dat vonden ze heel leuk en dus als er een keer we moesten toen ook voor een uh, voor v vis TV dat was dan wel echt uh, ja. sport uh, van Nederland en uh, toen moest ik naar gevangen uh, uh, gevangenis en uh, dat was in ook in Trente denk ik uh, groot Veenhuizen. Veenhuizen. ja feenhuizen ja, ja, ja. dat was een internationaal vis en voetbaltoernooi dus toen was ik daarheen gegaan en moest ik prijsuitreiking doen dus dat was ja. wel heel bijzonder om te zien ja ja, ja ook wel ja Apart, Want ja, je kijkt toch naar jongens die voetballen die nou, ergens wel voor in de gevangenis zitten. Maar ja, dat er dan zo'n dag wordt georganiseerd voor hun, dat ze dat nog wel kunnen vergeten op zo'n dag. Dat ja, was toch ook wel, wel gaaf om te zien. Ja. Ja. En dan is natuurlijk ook nog in, in Polen voetballen: hè? Ja. De jagen je op beren? Wilde zwijnen heb ik. Wilde zwijnen? Ja. Ja. <laughs> ja. Ik, nou ja, ik heb er één weekend gejaagd, omdat vaak heb je er wel een paar dagen vrij voor nodig. Maar uh, als ik een paar dagen vrij was, dan ging ik naar huis. Dus dat was dan het lastige. En toen in de coronatijd. Konden we niet vliegen, dus toen ben ik daar gebleven. En toen heb ik één weekend uh, gejaagd. En dat was toevallig bij een Nederlander, die daar een jachthuis heeft en ook veel veel land. Maar wat daarvoor wild zit, dat is niet te vergelijken met. Wat nemen ze wat? Nou, qua, qua aantallen. Het is echt zoveel. En die maken zoveel schade. Het zijn vaak wilde zwijnen, maar ook uh, edelherten, damherten, moeflons. Ja, het zijn allemaal weer andere, aparte soorten hertachtige, maar dat is wel... Uh, toen heb ik vier werelds weinig geschoten. Ja. Ja. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ga je dan solo op een paard? Of, uh, nee, we altijd... gaan... Uh, met de auto gingen we. Het was ook ijskoud, het was in de, in de winter. En hij uh, ja, gaat met een warmtezichtcamera, kijkt die uit het raam. En als we dan iets zien, dan gaan we... Ja, bersen heet dat. Dan gaan we hem besluipen tegen de wind in, want anders ze je. Dus, en dan kom je steeds dichterbij, totdat je binnen schot komt. Maar ja, in de winter, al vooral liggen takken. Één Kraak je van een, van een tak, of uh, dan zijn ze er vandoor. Dus het is, het is een spanning en het is ook wel een soort van vroegere instinct dat je ja, iets kan schieten, maar het gaat niet eens om het doden, maar ook dat je het zelf daarna nou weer ja, kan gebruiken en op kan eten. En ja, dat is toch wel uh, ja. een apart lekkers gevoel. Lekkerste wild dan? Nee, nee ja, een hertebiefstuk is wel, het heer, wel een, uit. Heer, heer. Heer, ja, wel uit, malsen. Als heer. je een edelhert zit, dan heer, hoe je het eerst komt met die jellen en je neemt de ja, naar die nee, nee Ja, dat, ja je vriest het Ik in. Je hebt wel een heel mooi puur bi 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 biologisch, <laughs> biologisch stukje vlees. Ja, ja. zeker. Ik ga wel eens beer in Helsinki Beer? Ja, beer. Heel vies. Vies? Heel taai. Ja. Oké. Nou ja, goed. En, daar de is natuurlijk de bij, Boscast is dit inmiddels. Hè? Sorry? De, de, de podcast Boscast Ja, Maar dat gaan we voetbal voetballen hebben, ja, jongens. Want dat ja. is dus uh, voetballen bij Krakow via Krakau. Ja. Hoe vind je het er eigenlijk om te voetballen? In Polen? Ja, 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 hoe kom je ja. in hemels? Dat is nou me bijna. Sorry, maar, nee, ja, bijna, ik, ja. bijna net voorstellen dat je had ik dat vrijwillig naar, naar Polen ging te voetballen. Ja, ja, nee, van tevoren had ik dat ook. En uh, toen we daar kwamen, was het ook zo van wat gaan we hier nou doen. Want ja, en toen kwamen we in Krakau en dat is echt een fantastische stad. Dat schrijft wel een hele moderne en mooie stad. Is nou ja, iedere familie, vrienden die langskwamen, die waren zo verbaasd dat het zo'n mooie stad is. En want een heel soort mooie orde gebouwen, ja, heel historisch. Er is niks uh, gebombardeerd in de wereldoorlog, dat is Warschau wel, die is 90%. Procent bijna verloren gaan, dus dat is een beetje Rotterdam, meer nieuwbouw. Maar uh, ja, Krakau is heel historisch, dus er valt heel veel te zien. En, had je het zelf ook, dat gevoel van ja, nou komt dit op mijn pad, wat moet ik ermee? Ja, ik daar mee, of eigenlijk wel. Maar ja. ik had het wel ook gezien van oké, okay, dat is een hele mooie stap om weer een vervolgstap te maken, want je zag ook wel transfers naar bijvoorbeeld Italië, maar uh, ja, dat is uiteindelijk dus niet zo gebleken. Maar nee Maar het uh, nee, ging ja, goed toch, derin in Polen, Het ging heel goed. Het eerste jaar wonnen we de beker, dus dat was de eerste uh, prijs van de club ooit ja dus scoorde in de finale dat... in de finale rode kaart veroorzaakt dus ook nee, nog wel, uh... <laughs> de remco balk van cracovia uh, nee ja was belangrijk denk ik maar uh, nee, ja, uiteindelijk uh, kwamen we dus uh, in de finale op 1-1 uh, kwamen we nog zelfs 2 8 achter in 83 minuten Toen maken we 6-8 weer 2-2 verlengen en 118 maken we 3-2, dus oh, het was ook een oh, oh. bekerfinale wat, een wat de mensen daar ook nee, zeiden, was echt, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee. Want ja. normaal is het 1-0 en heel erg uh, tijdrekken en vervelend, maar bij ons was het uh, 3-2. En hoe werd het dan viert, der in Krakau? Ja, dan nou, werden we wel opgewacht, in het midden, gewoon om 6 uur in de ochtend, wanneer wij pas terugkwamen, want het was in een neutraal uh, gebied gespeeld, was 3,5 uh, uur rijden. Dus uh, toen we terugkwamen, stonden ze gewoon, alle onze fans... Uh, ja, de een paar duizend mannen stond gewoon je op te wachten met vuurwerk. En, uh, ja, dat, en dat betekende zoveel voor hun. dat kun je niet beseffen. Ik denk dat dat hier ook zou zijn, omdat het gewoon heel speciaal is voor een, een Krakofja, dat is een vergelijkbare club als en het, het klinkt, het hoort niet de beker te winnen. Het is niet erg als je hem niet wint. Topclubs moeten hem altijd winnen, of die moeten in ieder geval finale halen. Dus dan is het heel, nog specialer als je wel zo'n prijs kan winnen met zo'n club. Ja. Spreek je nog een beetje op Pols? Kouroua. Uh, voordat... Nee. Wat is even zwijn in de pols? Oh nee, dat wel. Oh, nee. <laughs> ah, maar kon jij de botcoach van Polen dan uh, te woord staan, want die belde jou 1 Die heeft twee wek... opgebeld, ja. die belde jou laatst, hè? Ja, ja, ja. ja. die heeft mij uh, voordat die selectie bekend werd gemaakt van Polen, heeft hij mij opgebeld. En hij heeft mij gehaald toen naar Krakofje. En uh, ja, die wilde mij even, mij even vragen van, uh, ja, hoe is Pavel en wat voor jongen heeft hij? Pawel die hier uh, ja? Uh, ja. Ja. ja, dus uh, nee, ik had uh, positief uh, over hem verteld natuurlijk. Ja. <laughs> Ja. en die uh, zat er toe bij maar hij heeft hij zelf verdiend niet dat het door mij komt maar, <laughs> ja. maar de bondscoach die gewoon een paar voor of wie had je noemen net Nee, maar ik, ja, zou die slechte dingen over zichzelf zeggen, eventueel, maar ja. zeg ik, ik ook niet. Maar zou die Pavel zeggen, nee, je moet mij niet nemen. Je moet nou, mij niet nemen. Nee, en, en dat, nou ja, ik maar dat is een beetje we. voorpellen toch? Je, je, je nee. is goed met Pavel, dan denk ik net, als het ook heel gauw steeds is, van, uh, nou, doe doet lekker ja, Maar hij heeft volle nee, nee. vol belang bij het schetsen van een reëel beeld, dus dat de speler in kwestie dat zelf. Heeft. Nou, ja, en ik heb wel een goede relatie met hem nog steeds. Met de bondschooters, ja. vertrouwenspersoon. Ja. Ja, ja. En hij wij bellen net om die te naturaliseren dat Pols. Nee, dat toch zeg uh, ik even dat ja. die kant die keer was. Weet je niet pools worden. Nou ja, hij zei je moet nog twee jaar. Dan mag je als je er vijf jaar hebt gespeeld, dan ja, kan het eventueel. Maar, ja, jaar, nee, dat was toen niet. snel teruggegaan. Ja, dat is dan. maar goed, dan is het wel goed in in, in pool. Want we, ja. de Saudis kreeg uh, over keer in het eerste seizoen heeft ja. En in totaal zo'n twintig doelpunten, over assists. Exclusief beker. 30 jaar. Ja, het, exclusief, beker. exclusief ja, ja. beker. In de oh, competitie ja, 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 ja. is het dan. Maar ja, 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 ja. oh, dat zijn echt een hele goeie cijfers. Ja, zeker. Nee, ik heb echt een hele, hele mooie tijd gehad. En ook, ja, uh... Maar in Polen scoor je meer dan ben je de Ja, waar dat dan ligt. Uh... Nou, vertel het eens. Dus. Ja. Nou, je kwam er niet genoeg bij de goal, toch? Nou oh, ja, dat, uh... zo, was het. zo was het. Maar nu wel. Nu wel, en nu moet ik eruit. Dus, uh, geef mij de ballen en scoor, moet je zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee, ja. ja. Dat, dat viel daar ook gewoon goed. En uh, ik denk dat misschien krijg je daar ook wel meer ruimtes, maar het is daar veel fysieker dus ja, wat meer lange ballen en weer optimisme maar dan hier ja. wordt wel Want jij bent soms, dat, dat valt me naar wolk, dat kiest wel le lekker irritant wijzen. Ja, klopt. Toch? Nou ja, als ik mezelf ook soms wel eens terugzie, of nou we hebben dat uh, beeldje van ESPN wel eens voorbij zien komen dat het uh, dat gescheld op training. Ja, ik kan wel heel vervelend zijn. Ja, maar buiten het veld denk ik heel anders. <laughs> nou ja, dat is, dat, dat is exact. Ja. Ik denk dat die vriendin dat Amosil, ja, hoop ik. Ja. Nee, maar ik denk ook wel dat je zoiets moet hebben. Ik denk als je het niet zou hebben dat ja, het, ja je hebt te. Maar ik denk wel, het kan haast niet te. Want in de voetbalwereld die is hard. Ja, je moet vervelend zijn en je moet wel voor jezelf opkomen. Want ik denk als je dat niet doet, dan word je ondergesneeuwd. In ja ben je mintje dan spieren is vaak te leef? Ik, ja, ik, ik vind zo als we, als we in Nederland vervelend zijn, dan vinden we ons uh, irritant. En als ze dat bij Italië doen, dan zeggen ze: die moeten wij hebben zo'n speler die ja, zo ja, ja, vervelend ja, 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 ja. kan zijn. Ja, dat is dus ook dat het typisch je... Nederlands dat we altijd weer vinden dat het niet goed is. Maar als we dat bij andere landen zien of andere clubs, dan is het zo van ah, wij moeten zo iemand hebben. Ja, ja maar eigenlijk zijn. is dat bij, bij Kambuur heet dat mij uh, Remco Balk. Nee. Ja, toch? Ja, ja, ja. Maar, maar, maar Remco Balk, ik wel een beetje de kosten van Remco Balk zelf natuurlijk, want die, uh, die pakt ook de ene gele kaart naar de oren. Het nou een ze volgens mij. Ja, dan dus, ja, is dat ja, een belangrijke opbouw. En dan is wel een gele kaart? Ja, Ja, precies. En hij heeft zeven. Ja. <laughs> het <laughs> het voor de opvaller is dat een beetje. Elke gele kaart is een schorsing, daar was het helemaal gek van. Wie ziet de nog wel even vragen. Is hij de beste? Hij, hij is wel goed op het ogenblik vind ik. Ja, hij is wel goed, maar, maar ja, Alle drie maar. ging bij Cambuur komt daar eigenlijk ja, bij dan hem ben wel ik. ik ben het wel mee eens. Op dit moment is dat, is dat hey, zo. Van Kam is de beste voetballer van Cambuur. veruit. uit. Ja. En kan Balke misschien nog wel worden, want hij is nog jong. Nou, van Kamers trouwens, ik ja, zeker jong, dus dat slaat eigenlijk niet ja, Nee, uh, maar als je puur zorgt waar van het meeste gefaast, waar het bij kan, ja, Dan vast. is het qua dat snelheid, die jongen is snel. Uh, ja, ja. Hij en, versiert, maar, en, en hij versiert een heel veel penalties. Ja, en hij is, uh, hij is irritant uh, voor de tegenstand. Ja, dat is best al misschien wel. Ja, maar, maar dat is wel beetje irritant. Bij. Remco Balk is vervelend irritant en, uh, en soms ook heel, meestal onnodig irritant. Hij is functioneel irritant. Dat vind ik wel een heel verschil hoor, met Remco Balk. Ja, ja. jullie kijken hem aan. Zo van, nou. nee, ik zit even te tekenen. Uh, ik daar ik punt? Het wel een mooie. Ah ja, Remco Balk uh, is, is uh, 1,6 meter. 60, maar hij is bij elk opstootje belutsen. Gaat de de boeren in de vergadering? Ik had het functioneel irritaald. Ja, is dat zo? <laughs> functioneel irritaald? Nou, ja, goed. Ja, ja. ja, dat is een compliment. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft hebben wij een band. Pelen, we hebben een band. Uh, we pellen het League, he. we, uh, we, Wij vijf volgens uh, dan eventjes die content. Het is gewoon topsport, jongens. Het is gewoon een big al heur de business. En, het, en, en dan heest ik naar nou zo'n teamsport. Wees, uh, voor die zelf mast. Maar wij is ook weer in, in dienst van zo'n 11 van Spirimas. Ja, het, 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 het is gewoon hut. Ja. En uh, ik uh, vroeger, uh, ja, als, als die andere spelers als Derksen... ik ben een beetje uit de, uit de derksen periode die vocht na alle dagen op de training hoor. Ja. Dan sloeg ze ook gewoon voor de bek. Ja. En dan gingen ze weer onder de doelsteen. Ah, dat de de heb die... ik wel mijn die Elke vrijdag zien we bij maar ja. de cameraman. Ding, ik Dave Rogers. Dave Rogers ja. die oh, sloeg, ja, al lang niet meer. Hakim Shatouani of zo. Die sloeg hem staan voor de hazen. Ja. En dat hielden we gewoon echt mooi in beeld. Echt ja. prachtig.

of, of soort reacties. Ja, ik heb wel heel veel ja, uh, ja, doorgestuurd gekregen. Ja, ja. Het, het, het ging wel best wel viraal, moet ik zeggen. Ook. Ja. Als ik kijk naar de andere posts van ISPN, was het dat wel iets wat heel veel mm -hmm. gedeeld werd. Maar dat is inderdaad ja. iets wat gewoon wekelijks gebeurt. Ja, zeker in de, in, in, in de wedstrijd ja, of nog, in de training in kleine partijtjes. Ja. Ja. Die wil je winnen. En dan ja. kost dat kost, wil je winnen. ja, ja. Nu krijg je wel een punt. Het, het punt is. Je moet wel gewoon een keer je, je bek houden. <laughs> nee, ja, hij stuurde hem zelfs naar mij door. Het was ook ah, gewoon ja, helemaal ja, ja, goed. jij ja, 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 ja. ja, ja, kreeg het filmpje van Luc. Ja, hij dus stuurde hem naar mij door. Ja, ja, het, van, ja. van, hey, uh, het is toch oké okay, uh, als grapje. Van, ja, ja. Uh, maar we hadden het al gelijk daarna uitgesproken. Maar dat is inderdaad, het werd zo groot gemaakt. En iedereen ja. vindt dat dan heftig. Maar het gebeurt eigenlijk niet. Maar het is niet. aan de orenkant voor, dus voor, voor uh, mensen die niet in de voetbalwereld eh, zitten ja. Is het natuurlijk wel apart. Want als ik uh, hier op het werk uh, Roloff voor zijn bek ja. werd overigens. Zes kippen week aanleiding. Ja, 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 ja. dat vroeg ik ja. ze? uh, Ik was hier gewoon Dan heb ik wel een probleem. Ja, nee, ja, maar, wij zijn ook collega's, maar bij ons kan het dan wel of zo. Ja, inderdaad, en eigenlijk over de werkvloer gebeurt het bijna niet. Nee, dan. maar ah, dan. die, die is, is een fysieke, een plezier, fysieke sport. Ja. Dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Nee, ja. Of wil je het ook, dat, ook een beetje door de sportstoeristiek niet? Framen. Want we zeggen niet kijk, ik dat interview met mij weghorst. Dan wordt hij echt een beetje deel zetten en dan wordt hij heel erg. Nou ja, hij wordt een beetje obstinaat, Weghorst, wou weghorst. Is er net, wie is mooi. Dan heeft hij de hij is je die onirriteert. Nee, 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 dit keer net. Nee? nee, ik heb hier heel vaak ergens interviews van Woude Legos. Dat denk je, jongen, doe nou even. Maar nou net. Dat maak je, maak je het jezelf moeilijk. Maar dit interview, maar, maar dat komt misschien niet wel omdat ik hier dan heel zo toe, Jet. En ik had van een mooi pensioen. En toen dacht ik, wauw, vind ik eigenlijk nog wel mooi van. En dan vond ik de interviewer, aan mijn afzonderlijke net heel sterk. Het was net zien scheelt dat hij uiteindelijk voldoende. Want dat vond ik dan wel. Dat vond ik het enige dat ik, denk, blijf toch gewoon staan, hoor. loop niet weg. Doe even, joh. Dan moet je, dat, dat maak je toch als interviewer wel heel, uh, heel gekdwaan om vastwaardig dat je het in je fot rint. Ja. Wat vind je zo ervan, ja. Pelle? Er zijn natuurlijk vaker nog gestopt voor de camera. Ja, nee, ja. De Kijk, vragen van Roelof? Ja. ja. nee, maar ja, jullie willen ook mooi nieuws brengen en inderdaad, het was, zwaar geplaatst, maar ja, het was niet fantastisch. Nee, het was, het was natuurlijk een saai, vervelende wedstrijd. Ja. net reden om in de twaalf vragen te beginnen. Ah, nee. dus je, je bent in, je de, bent de, beach, in de euforie denk. en je bent, je bent geplaatst. En Jongens, je kan ook zeggen: van nou, joh, uit. maakt niet uit hoe je het doet. Je bent geplaatst, je gaat naar het EK. Dus dan denk ik, ja, daar kan het ook wat meer over gaan dan gelijk weer zo negatief. Dus ik, ik kan niet zijn reactie begrijpen. Ja, want stel dus die bijvoorbeeld bij Jimtje en Vitesse, heb een heel soort druk op. Had je hem daar voor hier in Arnhem, nou, dat doe je hem dan net, je hem winnen keurig. Ja, ja. En, maar dan de eerste vraag is: nou, Pellet, wie net geweldig, hè? Ja, ja. Dan kan ik me voorstellen dat je daar een beetje irriteerd door had. Ja, nee, dat, dat klopt. Dat zou ook wel, maar dan ik, dan ja. ik wel Wat is dan kennen dan Ja, maar ja, je weet wel Ik heb je voor mij nooit voor de camera gehad dat ik dacht van, nou, weggorstriaans. Nee, maar <laughs> vaak als ik word, dan heb ik iets goed gedaan. Hè, dus, uh, oh, ja, ja, dan ja, zit ja. je daar altijd een andere... Of een eigen goal, dat ken ik. Ja, is uh, dat is nog nooit gebeurd. Nee. Afkloppen? Oh, afkloppen ja. Als Neuntje je Fortuna net scoort, dan uh, Arjen tot de Westies. Oh, ja, ja. ja, dan ja, kom ja, je da ervoor ja. hoor. maar ja. ah, De laatste keer, toen ziet uh, Luc Brouwers, nee, Dit is net de laatste keer, maar Luc Brouwers, je ziet het, toen zei ja, je van ja. ik scoor minimaal vier keer. Nou ja, in één keer hè. Hij is tien nog op nul en nu zit hij op drieën. Ja, ja, dus hoe vaak ga, ja. ga je maken dit seizoen? Een stuk of vijftien. Mag ik een beetje meerekenen uh, mee <laughs> Ja, een beetje mooi oh, ja? Ja, ja. Nou dan wel tien. Tien? Ja. En is je Snow op? Vier. Die dus komen, er nog, tien er komen bij. nog Nee. 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 Oh. Grapje. Dit is, ja. dit, is, dit is. Nee, ja. ja het is speciaal onderwijs. Komen, dit ja. is, uh, <laughs> nou goed. Uh, nog even wel waarom. Er dus zit in Polen. En die contract rint oh, in 2022. Nee, dan. Ja, maar dan gisteren weer waarom naar Jerevingen? Ja. Hier is je misschien net langer nog in het boetel voetbal Football wilt Ja, wilde ik eigenlijk wel. Ik was dat, was dat wel van plan. Maar uh, ja. Ik heb op dat moment de verkeerde persoon vertrouwd. En uh, ja, dat was... Uh, een, een manager, makelaar. een makelaar. Een manager, ja. Ik ga geen namen noemen of zo, maar... Ja, dat ging niet helemaal lekker. En ja, daar... of zie ik het de top op Google. ja, 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 ja Nee, ja, maakt het niet uit. Maar ja, ja. inderdaad, het, 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 het was niet ideaal. En uh, ja, dan wordt er wat uh, ja, voor je gehangen. Of de, er kwamen genoeg clubs voorbij. Waarvan ik dacht, interessant. Maar als je dan hoort van wachten, maar er komt nog iets mooiers. Ja, en uh, die, die ook zeggen van... Joh, uh, het gaat echt... Uh, je kan echt een mooie stap gaan maken, ja, dan ga je daarop wachten. En op een gegeven moment, hoe langer je wacht, die andere opties die blijven niet meer. Nee. Dus dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. En toen kwam ook nog eens het 2K heel vroeg. Nou, dan zijn clubs helemaal niet meer bezig met spelers halen of niet. Ja, en toen heb ik zoiets gezegd: van nee, ik wil nu zo snel mogelijk beginnen. En uh, ik wist dat Heerenveen me nog heel graag wilde hebben, waar ik heel blij mee was. Dus toen heb ik eigenlijk vanaf die winter, dus toen kon ik ook een mooie lange voorbereiding meedoen. En uh, ja, dat ging eigenlijk wel heel goed. Dus. Maar wer hij er eigenlijk in eerste instantie dan die zin in Welke competitie? De Italiaanse competitie, Italiaans competitie en. Een, uh, en de, wie ik wel interesse van Italiaanse ploegen Wel van tweede niveau. Ja, dus, ja. En, en dat werd mij dan gezegd van joh, wacht, dan komt er iets misschien uh, ja, onderin serie A of uh, bovenin serie B. Ja, en dan ga je daarvan uit. Want ja, hij, dat is zijn vakgebied. Dus dan denk je van ja, dat, dat, dat klopt. Dus uh, ja, uiteindelijk is dat niet zo gebleken. En uh, ja, toen was het eigenlijk. Uh, geen contact meer met diegene en uh, eigenlijk in de diep laten vallen. En toen heb ik het zelf maar... Uh, ja, en achternooi? daar dan van. En uh, dan ja, verder, want dan hersen is zo'n negatieve ervaring, hoor, met zo'n makelaar. Ja. Of hoe die ik met hitte Mooi. En dan, want uh, ja, de kisten trekken het al jezelf bijhouden. Nee, maar toen heeft iemand anders, eigenlijk uh, van dat bedrijf, heeft het overgenomen, die ik al langer kende. Oh, die okay. heeft mij toen wel geholpen. Okay. En te, tegen hem heb ik gezegd van joh, je moet nu wat vinden, want ik wil gewoon weer beginnen. Want hoe langer je zonder club blijft, hoe moeilijker het gaat worden. Ja. Dus toen eigenlijk, zo, ik heb het niet zelf inderdaad, de sollicitatie. Nee, of nee je hebt net zelf in gebeld, jongens, ik ben er nog. Uh, nee, open. maar ik kreeg wel inderdaad uh, appjes ook van Ferry en uh, die wilde me even bellen van uh, wat is de situatie en hoe sta je ervoor voor open? Ja, daar moest ik over nadenken, want uh, ja, uiteindelijk was mijn eerste beeld van ik wil nog in het buitenland blijven en waar het is. Ja, dat, Sta ik gewoon overal open voor, want ik heb ook in Polen gespeeld. Wat, wat ik van tevoren ook niet wist dat ik daar zou gaan spelen. En heeft nou datzelfde bureau nog als. als, 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 als ja, nou, wel, maar nee. wel iemand anders. Dus, ja, het, is, het is wel een hele groot bedrijf. Dus uh, ja, ik zit nu gewoon wel dat met iemand. Uh, nee. Stella zit ik. Oh, ja. Ja, dus ja. Dat, dat, ja, oh, ja. Met, met die jongens, of met die uh, mannen waarmee ik nu samenwerk, die zijn gewoon heel erg met me bezig. En uh, die bellen me ook regelmatig. Dus dat is fijn. Maar uh, ja, daar. Uh, was gewoon een lastige situatie en je bent dan machteloos, dat is een beetje het ja. Ja. Maar wat doet ze dan dan? Waarom Wer, is het dus nou volle fijner eigenlijk? Wer, wat, maak, wat doet zij dan? Wat doet hem ja, maken? Je gewoon Nou ja, gewoon als ik uh, wedstrijden speelde dan bellen ze me gewoon even op van hoe ging het en uh, ja, gewoon wat meer contact hebben eigenlijk van uh, oké okay, en uh, nou, richting de winter, hoe zie je dat voor je, wat wil je en uh, gewoon wat meer openbaar en of het lukt of niet, dat zie ik altijd wel later, maar ja ik, je moet gewoon bezig zijn met het spelen en niet denken van nou, dit is één van de jongens in mijn stalletje en ik hoop dat er één goed wordt en uh, dan pas ben ik erbij nee je moet ook bij de jongens zijn die het misschien nodig hebben want ja, maar... ik snap als je 15 goals maakt dan uh, kan ik mezelf ook verkopen maar als ik dat niet doe dan heb ik iemand nodig die mij juist bij de juiste club kan brengen. Ja, maar dat is nou, dus is, dit seizoen minimaal, zien doelpunt, een mooie daar zijn. Wat was het nog graag? Was het nog graag een keer naar het boetelon? Tuurlijk, ja, zeker. Wel maar die beste in zit, dat nou van kom het wie dan is het wel een beetje clear mooi. Nee, ja, ik <laughs> moet wel zeggen, ja, in Polen, als ik scoorde, dan had ik niet eens zoveel berichtjes. Maar als ik hier scoorde, dan krijg ik ineens uh, van mijn familie, ziet het, vrienden. En, ja, dan, je, ja. de, dan leeft veel meer. Ja. En ja, Nederland wordt de top 5 competitie. Met Frankrijk is dat natuurlijk uh, 6-5. Ja, dan merk je dat er in Europa ook anders gekeken wordt naar de Eerdivisie. En dat ja. is wel een verschil met Polen. Want hoeveel reacties kreeg dan met die hat in VVV? Veel. Ja, ja. <laughs> nee, ja, nou, ja ook gewoon. Heel fanlouwer die appte. Ja, nee, ja ook gewoon. Ja, eindelijk dat het ook lukte. Ik merkte natuurlijk ook dat ik het wel een beetje te gaan nikte van ik wil graag scoren en ik wil belangrijk zijn voor het team. En dat, en dat je dat in één helft, drie kan scoren. Dan, dan ben je daar wel een beetje vanaf. Ja, maar als je, en... noot je noot je geen maar binnen, maar je bent gewoon spits, wil je ook al rekenen op het feit dat je geen doelpunt maakt Ja, dat En dan, dan begint erg het. En dat begint te knagen dan. Ja. Dat begint zeker te knagen en dat na die hattrick dan merk je nog steeds van, oké, okay, de eerste goal in de Eredivisie was nog steeds in maart. Oké, okay, de beker telde dan eigenlijk niet officieel en dat je dan een vitesse die ook gelijk maakt, dat is dan wel, ja, een bevrijdend gevoel. Ja. ja. Nou ja, dit weekend dan uh, een duel der middenmotors. Dat noemen Njonge en de noemen Ziyen. Jervinje ah, Fortuna. Maar. Nee, maar dat, dat, in, dat, in, mee kan uit. uh, dat gaat Jervinje winnen. Ja. Ja. Nou, maar Halilovic is jongens, is de revelatie. Ja, dat is wel. Toch de Halilovic bij, bij Fortuna is beter dan de Halilovic bij Eredivisie. Ja, hij, maar hij, hij, had natuurlijk bij Eredivisie zitten. Heb heb jij het toen met hem? Nee, ik heb hem niet meer Neen, nee. nee. Voel hij wat? Ah, oh, toen wil je die technisch natuurlijk al heel vaag voetbal. Maar, hij is nou natuurlijk, het is nou een het is, het is echt een manager, net? Ja. ja. Ik vind, maar dat shirt wel, uit de broek en de sokjes en de, sokkie's de, sokkie's de sokkie's wat leeg. Laag, shirtje ja, het, het is wel de verdette. Ah, nog haarbandje in. nog een hele goede voetballer van Fortuna. <laughs> ja, vroeger zit die Cox daar altijd die Leeds Die Is nou van Volendam. Ja, die, die vond ik net raar hè, die, ja, uh, nee, nee. Nou ja, goed, maar vierde ja, nee, nog nee. in het huis net. Ja, vind je wint ook goed. Ja, 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 ja. ja, nou, had ze dat door Ik ben een beetje echt omheegen. Nou, maar ik heb uh, uh, ik we, de de de, de, Nostradamus de, de, de Nostradamus Cup. Ik, had ik hier niet op een 7e plak gewoon uh, uh, geen paniek. Dan ik nooit uh, paniek geweest bij Nee. Nou, ik vind ik jij Ik vind je nou ja. eh, echt, echt omheen gemat. En ik vind de kwaliteit van de selectie. Eh, ik haal dus zo een 8 Dat is mooi. En dan haalt hij echt goed dingen. Vanwege financiële mogelijkheden. Uh, zit Jeroen niet in de begruttingen. God, maar de ploegende boven. Dus is Grutter financieel zoon. Dan de ploegende onder, Dus je kind is een keer. Tolde, Tredje, Zelfs fug naar in Maar, eh, nou is Vitesse van en die komen er, denk ik, heel moeilijk op. Utrecht is nog steeds heel zwak. En die zien qua financiële mogelijkheden. Nou ja, Vitesse is een beetje moeilijk te pijlen, maar In principe erboven. Dus daar klim je al van Johan Acht naar Saison. Dus ik vind dat nou het eigenlijk doen. dat je van Cellen, maar van nou. Vitesse selectie slechts een beetje fitblood. Uh, ja. 6-7? Ja, 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 prima. Dus de televisie hield niet in de maas nek omheen. Dus ze je... als Vitesse degradeert, dan is de kans dat ze volgens mij. Ik had net al net Utrecht maar dan geeft ze wel miljoen op uh, vooruit. Dus het wordt net lang meer. een stroot je gewoon zwarte sievers, jongens. Uh, ja, maar het erop er omkeer 20. Waarschijnlijk weer hoe je heen. Dus dan keer ze dat miljoen weer in heen. Nou, want waar is die scenario? Bekend. Ja. Kom in de Waage, ja. 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 Nou goed, dan. Uh... Oh, woest naartoe, hè? Nee, of was het er? Heen, hoe de ja, IGVR ja, er vindt? Ja, artikel op je website in de zes dossiers van Veri De Haan. Daar zit natuurlijk al wel een beetje in. Oeren uh, dat het bekronische kwart een beetje, een beetje zakken is. Ja, een beetje Er zijn ook zo'n dossiers. hè? Dossier Spits is erbij aan. Oh ja, ja dat is toch? Waarom maar in de Spits? Ja. Of is het al opgelost? Nee, dat is niet opgelost. <laughs> nee. <laughs> 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 nou, daar kan jij, jij voor zorgen. Dat is helemaal weg, jongens. Nee, we moeten het. Even nog even. Hoe Cambuur. je erin? Lekker man. Ja, toch? Ja, heerlijk. Want Cambuur je die VVV, de ploeg van? Jan de Boer, iets leert. Ja zeker. Die treidolpen nog meer. de, ja. ja, zeker. Jij weet de zwakke hoek van Jan de Boer. Jan de Boer, ja. Jan de Boer die was is... een stekker dat die in zijn eigen provincie zo om me Nou, Hij keepte als een natte kraan. Hij knipt, hij niet. Dat witte hij weet ja. ik wel. Want Jeugd ik zeg hem letterlijk nog in de katakom, En praten hij even mooi met, uh, oh, ja. met Andries, Andries Noppen, die kiep goed. Ja. Likbert, ik weet niet waarom, maar die kiep goed. Ja. Maar hij keepte echt heel min. Nee, ik wil niks te kwaad. Ik hoorde niet zetten, het. schoot hij ook snel de bal uit. Ja. Dat, daardoor kreeg je denk ik ook steeds minder zelfvertrouwen. En dat hoorde je aan het publiek. En hij is nog best wel jong, dus dat, dat doet wat met je. Ja. Ja, en toen, als die goals dan ook snel vallen in de eerste helft, ja, dan is dat allemaal niet lekker natuurlijk als keeper om zo te beginnen. En doodtocht, van, ik moet nou taslaan. slaan. Ja. Ja, ik wist <laughs> niet dat ik eruit zou gaan in de rust, maar dat was gelukkig op tijd. Baalde je er eigenlijk van? Want dan je een hattrick scoort. Zit je ja. eigenlijk lekker in je vel. Ja, je en en dan wil je erin hellen. Best. Nee, ja, maar. Een nieuwe FOMO-OS. op zijn minst een publiekswissel, man. Ja, dat, ja, dat ja, had ja. ik wel gehoord. Ja, maar ja, aan de andere kant uh, ben ik blij dat ik nog die, drie, die derde goal voor de rust maak. Want dan heb je wel een hattrick En. Uh, is ik, als echt, ik er twee he? had gemaakt, en dan had ik wel voldoende. Dit is een echte hat een echt Drie doelpunten zonder ja. een doelpunt ja. van de tegenstander ja. ertussen en in één ja. helft. bal heb je de bal meegehaald. In de bal? Maar goed. Over Kambu-VVV. Ja, Kambu-VVV. Een wedstrijd, man. Die heeft trouwens maar een punt minder resultaat. VVV. zeker. Dus op een nij-test van Henk de Jong. Ja. ja. Zo, zo of ben eigenlijk alle wedstrijden ja, test ja, van heen, die die jongen. media. Ik mocht het of... net als een test zijn, Dan moest ik gewoon een beetje. Maar even, even breder zijn, even langer zijn. Komt helemaal goed. Ja, en, komt helemaal goed. De heer Veen komt helemaal goed. Hij heeft altijd voorspeld. is dus echt een goede selectie. Ja, eigenlijk zit Nostradamus hier in het tafel. Nostradamus pakken maar bij In augustus voorspeld. In Cambuur heb ik altijd zoiets tussen. 8 en 5. Ja, dat is prima, we binnen nog maar in november. Hè? Maar hebben, Vaak nee, wordt de competitie beslist in mei. Ja zeker. Dat Henk de Jong zijn in het toen hij begon, tussen 4 en 8. Nou, zou hij tussen jou en de en dat is natuurlijk vol een realistische achtste. Als ik kan bij achtste eindigen, dat is echt faalt. Maar toen heeft mij Henk de Jong praat, van de wedstrijd in. Ja, en dan hier een dikke beetje van, oh ja, je, je, je speelt dan nou inderdaad in Roda, waarvan we uh, eigenlijk al die jaren wel een beetje verwachting van, oké, okay, die keer wil om die broodje plakken, mooi uh, 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 spelen. Uh, dus vroeg ik even van, hoe is die wedstrijd dan nou tien van de topploegen in de KD? Hoe is dat bevallen? Nou, ik ben, ik ben hartstikke blij met dit resultaat en ik ben ook heel trots op mijn jongens, ik die we de rust wisselen. Want uh, uh, de kerst, jongens, niks kwalijk nemen. Er zit een jongen van Santje en een jongen van. 20 tegen. maar, maar Wol, nou echt jonge baasjes. Hetzelfde nee, man met Oost. Nee, halve We hebben eerst weer de heer Wiebe en, en uh, hier met Thomas Paul. Heel rustig, of heel, uh, eigenlijk wat drok, Maar die jongens, mat, ja, die maak ik winnen aan dit niveau. Dat is alleen maar goed over het de doen. Ja. Dus, Almeol, hoe is de test bevallen dan? Ja, ik vind dat we nog wel stappen, zijn. Maar hartstikke was jong. We uh, waren uh, zeker aan de bal. Jiriksje in de war te spelen. En ik denk dat we daarin groeien, dat we dit soort wedstrijden ik weet niet En Dan wordt het 2 of 1-0. maar ja, dat ben ik punt. Ja, hier kan u, net meer verdienen als een punt toch dit rode. Ik vind eigenlijk dat rode. wat ik ervan heb, is 1-1, is 1-1. Ja, Roda is ik vierder. Dat Rode hij vierder. Ja, dat zei dat ben ik het. Ik was manier. Hij voerde ik een penalty trouwens. Ja, hij werd even een heel lichtjes beethouden, Beethoven, toch? Uh, Leon Bergsma. Ja, eerst een treeltje. een, een triltje en toen een Beethoven. Ja, de combinatie. Ja, nou, ik vind die het wel makkelijk. Je moet nooit een reden geven om een straks uh, op te geven, zeggen ze dan. Hè? Ja, <laughs> nou nee, ja, oké. Okay. Maar goed, het wie een linksback. Het liggen wel haast een overval, want hij wil wel heel erg makkelijk ja, naar de groene. Je weet ook hoe die veld is. Ja, die, liek, die linksback. Beter als de linksback uh, van, uh, van Kambuur. Oh, ja? Want die Thomas Pol, <lacht> nou, <lacht> ja, hij neemt er nooit een bescherming. <laughs> ja. Maar die moet je voorlopig niet meer opstellen. Nee. Nou, dat gebeurt ook niet. Nee, toch, want Silly is er aan ver. Wie is lever? Hoe zijn Ali of Thomas Pol? Nou ja, dat is eigenlijk Aasen uh, een overdenking. Oh. van. <laughs> nee, serieus. nee, ja, dat is echt niet. Dus denken we even hoe nooit. We eindigen straks altijd bij overdenkingen en dan komen we net, met, met, net meer op bij waarom en dan matje kiezen. Nou ja, een van de overdenkingen Aasen is uh, Thomas Pol of hoe zijn Ali? Uh, Arien is geen fan van hoe uh, Ali. Nee, ik ben geen, nee, ik ben oh. geen fan van hoe Ali. Nee, nee. 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 wel eerder. Kees international. Nee. Ja, dat wil je. Ja. En winnaar van de Gold Cup. Ja, daarom. En nu ja. ook weer 5-1 gewonnen van Indonesië, volgens mij. Ja, zo, ja, met Hussein Ali in de basis. In de basis. In de basis. Nou ja, goed. <laughs> ja. <laughs> Misschien moet ik nog ja, eens goed naar kijken. al prees, jongen, hoor, zie ik hem stiekem verloren. Wij keer kijk net zien wat op het papier zit. <laughs> maar goed, en uh, ja, winnen van VVV is die echt weer in de top van het klassement. Ja, en nee. Uldrikus is er natuurlijk echt weer bij. Ja, Ultriekus. Nou, hij krijgt Uldriekus echt om het voetbal in. Henk de Jong. Ik, ik dat hij de, de maar wat is het dan? Is het alleen nog vertrouwen? Ja, het is vertrouwen. Oh. Het is puur vertrouwen, echt weer. Dat hield voor Bergs, maar dat hield voor Uldrikus. Ja, ja. En, shit, uh, George uh, bestuurde om op een bepaald moment de topscore toen, dat weer Milan Smit, uh, en dan moest Ul er maar in. En had hij daar later een hele ingewikkelde verklaring voor: van ja, Ul uh, 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 straks. En, uh, maar jongen, dat doe je niet. Dat doet niet. En, en dan denk ik nou, nou van niels twee uh, spelers. Want Ulrike maakt het net. Want die hier al helemaal geen vertrouwen. En die Smit zit de bal op een bank. Ja, maar toen was nou, Ulrike en volgens mij, wat te toen uithellen. Toen kwam Smit erin. En wat gebeurt er? Ja, Prom scoort Smit. <laughs> ja, scoort ja. Smit. Ja. Nee, maar dat, dat zie je het wat onlogica, wat onlogica denk ik. Maar nou, maar Smit, wat eigenlijk net een echte spits is, die zit nou uh, als linksboeten. Ja. Nou, wat... Ja, ik heb hem nog vregen. En hij zei: ja, ik speel waar de trainer me opstelt. hey Hé, dat doet me denken. Appellen van namenswoord. Ja. ja toch? Want aan ja. het maten naar spelen is toch echt links boeten. linksboeten. Ja. Zeker. Als je me daar zet, dan ga ik daar spelen. Ja, dat maakt niet uit. Nou nah, liever niet, maar ik wil altijd spelen. Dus ja. Als ik daar. Uh, en daardoor ga jij. team, je ook team ook nodig. het nodige spelen. Dat is natuurlijk je voordeel ook. Ja, dat je meer dat Stel dat. zijn mensen die het zeggen: dat Nicolescu misschien wel de beste spits is. Die ja. nemen het ook niet serieus. Maar, die, en, die, maar dat, stel dat je. Het hoeft er niet bij te zeggen. Dan, dan ga je, <laughs> je. Je kunt ook op het team. En je zou ja. zelfs. Als, uh, want Walemark en Sarouwie gaan echt niet alle wedstrijden spelen. Die zou zelfs nog uh, eens een keer op een vleugel kunnen spelen, omdat uh, er toch niet zoveel achter zit. Oh, he, want hij zegt Olsen er ook steeds meer. Dus, uh... ja, nee, ja, ja, inderdaad. Maar ja, Olsen komt dan wel meer op het middenveld terecht. Uiteindelijk het is het niet echt de linksbuiten. Dus nee, 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 nee. dat maakt wel wat wij willen creëren op, in het mm -hmm. veld, dat we een extra middenveld uh, op het middenveld erbij krijgen. Mm -hmm. ja, dat maakt het ons, denk ik, juist zo moeilijk verdedigen. En dan heb je zo'n keulen die eroverheen kan rennen. Ja, dat, ja. dat zijn gewoon dingen wat steeds meer in elkaar uh, past. Dus, uh, en op nou rechts ja. heb je dat nu ook met Brouwde, want dat had je met uh, Ali of uh, met de uh, Haal niet echt natuurlijk minder. Nee, ja, andere types inderdaad. Ja. Ja, maar heb je ook keeperhandschoenen of niet? Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Kan ja. je een beetje keeper? Nou, ik heb de lengte wel. Dus, uh, ja, je nee. kan bij de lat. Ja, ik kan bij de lat. Nee, <laughs> uh, nee dat niet. Jongens, uh, we zijn er rond onder overdenkingen. Ik nou, nou, was ja, ik, ik, ik. Ja, het wel even gezegd. Het kan trouwens, want de ja. nou, wedstrijd zit nu weer uh, online ja. op uh, omroepfriesland.nl. Nou, jongens, daar komen ze. Overdenkingen, eind van het programma. Je ja. matten kiezen en we komen er net op weer waarom. Noem. De eerste is van Rolof. Thomas Pol of hoe Ali? Oh, wat een goede vraag. He. Ja hè? He? Uh, hey, dus ja, 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 Nou ja, Irakese International. Hoe Ali? Hoe Ali? Ja, ja. Goed zo. Geert. Ja, jongen. Charling Kamstra uit Columbus weg of Rolf de Vries uit het. <laughs> Challeng Kamstra natuurlijk. Charling, Charling, Charling Kamstra. Ja, en de laatste is op Pelle. Ja of nee? Zo. Ja of nee? Hm? Ja. Ja, natuurlijk. Ik denk een beetje oefenen ja, voor ja. de trouwerij. Oh ja, ja, toch? ja, met ja, ja, ja. oh, ja, beetje oefenen. Nee, ja. Dus ja, ja, toch? Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Met volle overgaan. Dat moet je niet ja. zo lang twijfelen. Nee, 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 nee. nee. Pijnlijk, Goed zo, jongens. Uh, hartstikke <laughs> mooi des virus, de des leuk des virus. Heren, Heer en bedankt. Ja, graag, graag Rolf de Vries. Daar ont-nijwieken, want dan binnen de we weer Maar een nagelnijse sportkaart. Bedankt.